Eigenlijk zou het doel moeten zijn van iedere jeugdhulpverlener in Nederland dat we overbodig zijn. In Nederland krijgen 478.000 kinderen jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 10. Toch wordt er al jarenlang bezuinigd. In de serie Verloren Jongeren volgen we 4 jongeren die vanuit jeugdzorg komen en nu ze 18 zijn, zelf de regie moeten pakken. Ik moet hier weg binnen nu 2 en 3 maanden. En dan moet ik iets anders hebben. En anders is het inderdaad een dichtstbijzijnde zorg. Nu gaan we langs bij de mensen die hen daarbij moeten helpen. Zij gaan tegen de stroom in en durven buiten de lijntjes te kleuren. Deze week spreek ik met Sylvia Kool. We hebben allemaal op onze sociale academies en universiteiten professionele distantie mogen aanleren. En ik ben heel erg van de professionele nabijheid. Sylvia. Aangenaam. Hi. Weet je bijvoorbeeld ook de rituelen zo in het gezin? Wat ze nog samen doen, de tradities? Die zou ik nog wel een beetje uitvragen, wat voor leuke dingen er nog zijn. Sylvia werkt al 30 jaar in de jeugdzorg en is directeur van een opleidingscentrum waar ze ook als hoofddocent de methodiek MDFT aan hulpverleners leert. Hierbij wordt het hele gezin betrokken bij de zorg. Kun je de methodiek uitleggen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Het heet MDFT, multidimensionele familietherapie. En de methodiek bestaat eigenlijk uit 3 fases, waarvan de eerste fase is dat je echt gaat zorgen dat je een klik hebt met de mensen waarmee je gaat werken. Want je gaat eerst gewoon echt de tijd nemen om mensen te leren kennen. Dan ga je echt kijken waar hun krachten liggen. Mm. Dus niet alleen maar de shitzooi, maar de krachten. En van daaruit proberen wij een beetje die hoop op te krikken, zodat ze uiteindelijk denken, ja verdomme, we verdienen ook beter. We gaan het ook doen. En dat lukt heel vaak. En dan kom je in de verandering. En de verandering doen zij, hè. Ik ben gewoon een aangever en een middel. Het beste is als ik mezelf overbodig maak. Trouwens, dat zou voor de hele jeugdzorg eigenlijk het doel moeten zijn. Dat wij overbodig worden. Ja. En dan bestendigen we het eigenlijk met ze. Zodat ze zelf gewoon verder kunnen als gezin. Wat moet ik me voorstellen bij wat oudere methodiek was? Ik denk dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaan is soms, waarbij we juist alles wat wij doen, hè, wat je eigenlijk al moet doen als de kinderen klein zijn en er zijn problemen, dat er veel te veel soms uit handen is genomen of neergelegd is bij het gezin waar ze aan moeten voldoen, hè, want daar word je ook machteloos van, waardoor de eigen krachten erg onderbenut zijn. En ik denk dat dat veel beter kan. En dan zijn ze 18. Maar je kan het niet, want je maar hebt je niet geleerd. Je hebt het helemaal niet geleerd. Nee. Sterker nog, je had problemen. Je waardoor hebt een paar meer. Je hebt er een paar meer, want je weet niet eens hoe je zelf een eitje moet bakken. Want Piet belt jou niet op dat het 6 uur is en het tijd is om een eitje te bakken. Maar dat heeft allemaal te maken met beheersing en niet met behandeling. In de serie Verloren Jongeren is te zien dat ook Saron voor zijn gevoel vooral werd beheerst in de instellingen waar hij zat, in plaats van geholpen. En dat merkt hij nu hij weer bij zijn vader woont. Hij is om de week alleen. En dan moet hij voor zichzelf zorgen. En dat vind ik heel lastig. Daarom vond ik jouw vraag, kan hij voor zichzelf zorgen? Ja, dat vind ik moeilijk. Wij kookten, mama. We deden alles daar. Begeleiding deed niet zoveel. Je had begeleiding, dat was er. Nee, je had bewaking, dat was er. Ik zeg, mama, je hebt daar wel begeleiders, mensen die je helpen. Mensen die dat in ieder geval proberen. Maar 3/4 daarvan niet. 3/4 daarvan is bewaking. Dat kun je geen begeleider noemen. Die staan erbij, die kijken ernaar. Die helpen je niet. Mensen worden een beetje gehospitaliseerd in zo'n systeem. Ja. Dus je wordt een soort, je wordt afhankelijk. Ja. Je gedraagt je dus ook daarnaar. En je gedraagt je naar wat mensen willen zien soms. Ja. Eigenlijk zou het doel moeten zijn van iedere jeugdhulpverlener in Nederland en ook van al die organisaties, dat we overbodig zijn. Dat is het doel. We moeten overbodig zijn. Over wat voor soort problematiek hebben we het? Hebben we het over complexe problematiek? Meervoudig. Meervoudig, gedragsproblematiek, criminaliteit, gezinnen waar echt multiproblem is, armoede, van alles en nog wat. Maar dat zijn vaak diep gewortelde trauma's, waarbij je mensen misschien tijdelijk eventjes wel kunt uitleggen. Ja, maar dat gaat over de oppervlakte. Kan mij het wat schelen of ze aan tafel eten of niet? Het gaat mij erom dat als ze eten, dat ze een fijne maaltijd hebben. Of ze het nou voor de tv doen of whatever. Want dat is wat heel vaak gebeurt. Dat we over de oppervlakte gaan we allemaal gedragsregels stellen. Of moeten mensen aan allerlei zaken voldoen. Maar wij gaan daar niet naartoe. Wij gaan veel meer naar, wat gebeurt er nou? Wat zit erachter? Waar was jouw pijn?
Wat staat jou nog in de weg? En dat doen we met het hele gezin. En dat doen we ook apart met alle gezinsleden. En soms met opa's en oma's. Dit is een liquid happiness, snap je dat? Voor de rest gaat niemand mij blij kunnen maken. Echt niet. No. Als ik nou naar die fles schrijf, dat doe ik sowieso. Dat heeft niks met dit te maken meer. Dat deed ik vanaf mijn 14e. Dat heeft niks met deze hele ellende te maken. Het probleem is... alles wat je zelf moet belasten, dan moet je zelf belasten, snap je? Ook bij Andy is de problematiek groot. Zijn gedrag is zorgelijk. Maar tegelijkertijd heeft hij trauma's die niet worden aangepakt. Wordt meneer ervan verdacht dat hij meerdere ruiten en een salontafel heeft vernield. In de tweede zaak wordt meneer ervan verdacht dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de diefstal van een broek uit de Primark in Arnhem. In de derde zaak zou verdacht op 19 augustus 2023 in Doetinchem blikken bier hebben gestolen en daarbij geweld hebben gebruikt. Waarom deed je dat? Ah, ik kon niet. Was het toen dronken? Ja. Maar ik had ook niet geslapen. Ik had een fles vodka op. En dat deed u zo'n beetje elke dag, geloof ik. Ja. Had ik het goed. Ja. Ja, ja. Hij heeft met zijn 21 jaar strafblad van 9 pagina's en meerdere eerdere veroordelingen. Wat ik anderzijds ook zie, en dat blijkt ook wel uit het dossier, is gewoon een hele kwetsbare jongen. En die niet zonder schade en schande is opgegroeid. En als je leven dan grotere uitdagingen kent dan een gemiddeld ander mens... dan is het soms misschien ook meer overleven dan leven. Dus jij bent eigenlijk bij de methodiek vaardig. Je kent hem door en door. Ja. En je geeft daar les in aan de hulpverleners, aankomende hulpverleners. Ja, en ik geef ook een beetje de methodiek aan GZ-psychologen. Ah, goed. Want en uiteindelijk blijkt het allermoeilijkste te zijn... het een echt gesprek voeren met de mensen die voor je neus zitten. Ja. Dat is het spannendste en het engst, want je moet zelf ook kwetsbaar zijn dan. In de methode worden hulpverleners nauwkeurig gevolgd en bijgestuurd... in live sessies met collega's om elkaar scherp te houden. Dat is het eerste ding, toch? Hoe doen jullie dat? Ja, moeten ze bij ons hun gesprekken filmen. Dus, en dat hoeft niet het gezin te zijn, maar wel op zichzelf. En daarbij moeten ze alle gesprekken die ze in een gezin doen... dan moeten ze van tevoren een weekly opmaken. Van wat ga je er eigenlijk doen en waarom ga je dit doen? Is dat passend op dit moment voor dit gezin? Dus daar wordt dan die supervisie voor gebruikt. Ik wil eigenlijk naar het huisblijven altijd voorkomen. Maar nu merk ik dat moeder dan ook weer en oma ook weer zeggen... ja, maar is dit wel het meest helpende? Want dat is je eerste ding, toch? Groot, geweldig dat jullie hiermee komen. Ja. Dames, nou gaan we vechten voor. Ja. Met z'n tweetjes. Maar dan moet het wel kunnen, dat voel ik heel erg. Ja, maar dat is niet aan jou te bepalen, dat is aan hun. Dat gaat altijd, want dan kijk ik naar wat ze hadden opgeschreven de week daarvoor, wat ze zouden gaan doen. En dan kijk ik naar het gesprek en dan zeg ik, ja, maar je zou hiermee beginnen. Want wij beginnen altijd met het zeggen wat we komen doen vandaag. En of zij nog iets hebben waar ze het over willen hebben. En als dat dan niet goed is gegaan, begin zie je vaak dat het gesprek alle kanten opwappert. Want dan zijn ze helemaal niet gefocust. Ik vind gewoon dat je gefocust, je komt daar... Ik doe bij een groenteboer wil ik ook gewoon goede groenten. En het is heel simpel, toch? Ja. En je moet gewoon gefocust in zo'n gezin zitten, want je bent daar voor hun op dat moment. Maar het heeft echt te maken met jouw gesprekstechnieken als hulpverlener die daar zit of als therapeut. En het heeft echt te maken met dat je dingen moet gaan verdragen. Want soms moet je dingen verdragen van gezinnen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat gezinnen hebben soms een bepaalde manier van hun liefde uiten... die bijvoorbeeld niet de jouwe is. Ja. Maar omdat jij opgevoed bent in een bepaald idee hoe het zou moeten zijn... Kun je een voorbeeld geven? Voordat mensen denken... Ja, ik heb heel lang in Den Haag gewerkt. Ja. Maar in Den Haag werd er best wel heel veel gescholden in gezinnen. Ja. Ja. En als je dan net begint en je komt in zo'n gezin... en je komt heel braaf van je SPH vandaan of zo... dan heb je toch het idee van, nou, dat moet ik wel indammen. Mijn ouders hebben me geleerd hoe ik moet blijven leven. Je moet eten, je moet drinken, je moet slapen. Die kandelbroodjes zijn op, we zijn te laat. Nu heb ik een sausijzenbroodje. Er zitten ongeveer 2000 calorieën in, dus ik krijg genoeg binnen. Ja, dus... Maar waar wij van uitgaan is wat wetenschappelijk belangrijk is voor een opvoeding... En dan weet je dat daar staat niet bij van we moeten allemaal aan tafel eten. Nee. Maar daar staat wel bij dat de kinderen het gevoel moeten hebben... dat ze af en toe in ieder geval
geliefd zijn. Dat er iemand voor ze is. Dat ouders het gevoel hebben dat het fijn is. Weet je, dat zijn wat van dat soort parameters die wij meenemen. Dus dat is voor mij een voorbeeld. Want wat is dan de grond voor dat huisplaatsing? Krijgt het kind geen eten? Krijgt het kind geen liefde? Hoe kan je een moeder zo bekrachtigen dat je met moeder... dat moeder hier naartoe komt, bijvoorbeeld met de twee kinderen... om met die wens aan de slag te gaan? Ja, dat ja maar wat doen wij in NBFT dan als moeders dat zeggen? Wat wij dan doen is juist... tenminste, ik probeer moeder heel erg in de kracht te zetten wat ze wel doet. En inzicht te maken wat er... We hebben jouw moeder uitgelegd. Ja, wat wij altijd doen is uitleggen waarom... het eigenlijk zo'n uithuisplaatsing natuurlijk niet altijd geweldig. Ja, maar dat weet moeder wel. En ze heeft hele slechte ervaringen met de uithuisplaatsing. Dus ze wil het eigenlijk overkomen. En daar vind ik het des te erger dat moeder dus wel soms zegt... op deze manier kan ik het niet. Ja, maar is het toch niet erg? Wees blij dat ze het zegt. Ja, nee, ja, maar ik bedoel juist meer dat ik denk, dan moet ik het dus ook horen. Want ze is nooit gehoord en gezien, omdat ze dus bang is dat ze geen goed gehoord is. Ja, maar het horen van, ik trek het niet meer, is wat anders dan erop handelen. Dus het horen ervan en het erkennen ervan en dat het zwaar is... is wat anders dan meteen een oplossing verzinnen. En dan gaat het kind naar het huis uit, want dan wordt het minder zwaar. Mm-hmm. Stel je nou voor dat je over een half jaar kan terugkijken en je hebt er doorheen geworsteld, hè? Samen met ons. Of... ik geloof dat je daar misschien verder mee komt dan overhaast nu een beslissing maken. Of ze nou nog 2 weken ruzie maken, daar gaat niemand dood van, hoor. Want je maakt het kind kapot. Ja. En ik denk niet dat dat werkt. En moeder wil haar kind niet kapot maken. Dus wat nodig is, is dat met moeder, dat jij met moeder heel hard werkt. Deze methodiek zegt die dan niet uit huisplaatsing? Nee, deze methodiek voorkomt uit huisplaatsingen. Dus ik vind eigenlijk dat je deze veel vaker zou moeten inzetten. Het voorkomt uit huisplaatsingen. Daar hebben we ook onderzoek op gedaan. Maar is het de toename van aantal mensen die progressie boekt naar aanleiding van deze methodiek? Ja, dat loopt ook op na de, ja, het loopt ook op na de behandeling. Daar zie je een aantal parameters zijn er gemeten en dan zie je dat dat oploopt. Ja, ik kan niet meer anders denken dan in deze methodiek. Dus dat is ook wel, maar ik zie dat zelf ook wel om me heen. Want wij praten ook anders met mensen, maar ook over mensen. Dus dat maakt het heel anders.